Yo, goed gekijkt, dus ik geluk nu hier van. Hé, hey, dit is helemaal geen water. Nee, klopt, want. Dat is daar. Want ik kom op het weekend niet streamen. In ieder geval. Want hij viel steeds weg. En ik vroeg dus gewoon eens na aan die Dylan, waar ik de Spino zet. Zijn Insta. Hij doet niks op YouTube. Dus ik zet wel gewoon zijn Insta hier. Hier in de beschrijving, dus kunnen jullie dat even checken. Weet jullie ook wie dat is? En ik vroeg er eerst aan, ja, kan het misschien door de warmte komen dat hij ja, wegvalt? Omdat die kunnen misschien te warm worden door, die, ja, door het weer. En ik heb hier geen airco. Maar toen die tweede dag, die zaterdag, deed hij het weer. Vuur die weer rende weg. Het was de maand zo warm. Dus toen vroeg ik nog eens, hij zei ja, heel misschien die koeling. Wat erin zit, is misschien kapot, of ik bedoel niet kapot, wat de fuck zeg ik nou, kapot, ik bedoel, daar zit misschien te veel stof in, laat ik zo bedoel ik het, die is gewoon te vol, die is gewoon vol met stof en alles, en dat zou nog wel eens kunnen zijn, dus ja, ik ga sowieso checken vanmiddag, en als hij het goed doet, ja, als hij het goed doet vandaag, dan vind ik het sowieso vreemd, maar, ik heb dan wel maar een ander probleem, ik, ga je zelf niet als ze niks van weten openmaken, want dan heb ik daar helemaal niks meer. Dus ja, ik moet misschien de video's gaan kijken op YouTube hoe je dat doet. Of ja, ik wil zeggen bij mij in de buurt hier van PC-winkel. Alleen ik ken er één. Die, daar ben ik één week of twee weken kwijt. Dat was toen met die laptop wat ik nu heb. Die was ik nog. Toen moest ik een nieuwe. Dat was te duur, dat duurt echt kei lang. Dus ja, dat is niet handig. Ik wil het gewoon zo snel mogelijk voelen dat het schoon is, zo snel mogelijk dat ik terug heb aan. Dus en anders ga ik gewoon die video's gaan kijken en zelf proberen. Alleen, dat is waar het risico dat het misschien kapot is. Maar, ja, de video's op YouTube en zo, die hopelijk klappen die wel. Alleen je moet een beetje kijken met wat je dat dan moet doen. Als dat met gewoon een zuiger opmaak of dit of dat. Dus dat gaan we zo, ja, dat moet ik sowieso dus doen. Ja, die ding moet schoon, ik denk het. Ik denk sowieso dat daar was rotsen, want je hoort ook heel hard die blaas. Ik denk dat er staan echt koeling te vol zit met stof en alles. Dus ja. Maar ik laat sowieso van alles weten op mijn Insta, dus volg me zeker op Insta. En dan blijven jullie op de hoogte met alles hier en alles dit en dat. Maar we gaan dus nu gewoon even op die met een muis. En ik was in twijfel om solo te doen. Maar ja, dan heb ik weer hetzelfde. Alleen ik moet dit sowieso anders weer neerleggen. Zo, en ja, ik hoop dat Seb niet weer iets onder mijn video's gaat zetten. Want dan, ja, dat hij niet weer iets onder mijn video's gaat zetten. Van ja, je bent echt sloop. Maar echt, dat zegt Elise, zij zegt al, ja, dat je na 2 maanden al goed en fucking snel moet zijn op kiepen en muis. Als je een transfer maakt, zo noem het even, dan, echt, dan is dat echt veel anders. Dan moet je echt, ja, wennen voor hier, wel van dit naar dit. Dat is voor echt gewoon iets anders. Terwijl als jij op die met de muis speelt, kun je dat niet voorstellen, maar denk even in die richting, want hier heb je natuurlijk minder knopjes en alles, maar dat is dan dit, het is anders, het is ook anders met de draai, net zoals hier heb je de rechter joystick, er staat denk ik, ja, voor iedereen, als jullie dat even bedenken, dan, ja, dan wat ik die doen? Ja. En ik moet sowieso een ander ding, wat ik ook al eerder zei, ik moet een andere controller gaan kopen, denk ik. Want, ik heb het ook op mijn Insta laten zien, die als je bij Gamepad testen heet dat ding, daar kun je dus eigenlijk voor je controller testen. Op, want zo merk je dat er iets, ja, niet lekker loopt ofzo. En dat was het, want die linkerknobbel, deze, is dat, die
Er zit iemand heel in het midden, maar ik weet niet of ik het vorige keer al zei. A few moments later. Ik ga nog eens doen. En ik ga binnenkort het ding even schoonmaken, want het is nu een mooi weer en ja, dan is het lekker droog. Dus dan is het zo weer droog, dan is je toets ook zo weer droog. En als het dan ja, koud weer is, dan duurt het keller. Dus dat ga ik ook even binnenkort doen, want als ik hier zo kijk, buiten de video dan hieronder, dan zie ik echt wel een laag stof zitten. Dus ja. Hier is ook nog eens echt met die warmte. Dat ik trouwens mijn mat echt helemaal hier heb liggen. Dat anders de tafel het meer soort van neer of zo, ik weet niet. En dat als ik daar zo ja, heel lang op zit, dan daar plakt dat en dat is niet handig. Maar ik plaats goed en snel op die trap. Maar ik sowieso, nou, sowieso iets niet voor mij en dat is. Ik zet, als ik echt naaitjes doe, ga ik de hele tijd. Ik doe niet dat ze goed lopen. Ik doe het wel. Dan zit ik echt helemaal hier. Echt helemaal, ja, zo. Terwijl ik laat het zo even zien. Kijk, dan zit ik echt helemaal zo. Dan ga ik helemaal zo echt proberen. Ja, dat is natuurlijk echt niet normaal. Hallo, echt. Ja. Maar ook, ik moet denk ik ook wel. Ik dacht ik ging dat ik weet. Maar ik moet eigenlijk ook een fatsoenlijk iemand hebben waar ik een beetje. Waar ik ja, eigenlijk voor mee kan oefenen, want ja, je had zacht, alleen hij gaat gelijk zeggen van ja, dit en dat, een beetje ja, dingen wat naar je plan. Ja, je hebt ook een beetje tips. Maar ik ga hier dus de video afsluiten, ik hoop jullie genoten hebben van de video en ja, dat het gewoon lukt, dat ik ja, gewoon goed kan worden, gewoon op keeper en muis.
En dan kon je sowieso wel pas denk ik echt na een jaar achter zo had. Want dat zei ik, Elise, ja, je bent niet, sommigen zijn eigenlijk niet, sommigen zijn pas niet echt na ja, 2 maanden goed of zo. Hier is gewoon echt, wat heb ik hier ineens? Dat zal wel. Maar sommigen zijn niet na 2 maanden zo echt goed, zeg alles kunnen. En zij speelt ook al best lang, maar ze kan ook niet alles op de muis zijn. Dus ja, er zit gewoon oefening in. Oefenen zit er gewoon in. Zo, en ja. Dus daarom moet die meneer Seppo niet gaan zeiken dat ik opgeslacht en dit. Dan moet je gewoon niet gaan zeiken. Dus maar ik ga hier de volgende video afsluiten. Dus ik even een blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook zeker niet mijn Discord te joinen. Link staat in de beschrijving bij die Linktree link. Of ik ga, ja, ik ga gewoon weer een die losse link zetten. Dat is veel gemakkelijker voor jullie. Dus link staat in de beschrijving en join je zeker even. En vergeet daarna ook zeker niet om op het belletje te klikken of naast van 9% zodat je die video niet hoeft te missen. En dan zeg ik zoals altijd adios.